Kijkers van IMT, vandaag met een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. En we hebben een nieuwe VIP binnengekregen. En de vorige aflevering hebben we de vorige VIP weggejaagd. En die was tevreden. Dus met die nieuwe VIP, die wil dus naar twee achtbanen toe. En die gaat meteen naar de juiste achtbanen toe. Want daar komt die al aan. Een week komt de VIP, welke? Oh god, wat wil die? Die wil een Mixmaster show. Is dat niet dit? Ja, dat dacht ik al. Dat kan ik wel geven, ja. Alleen, ik ben echt heel slecht met die dingen. Ik weet nooit precies hoe dat werkt. Wat is dit? Laserkoepel. En dan nog een keer zoiets. Ik weet niet. Ik zeg niet meer iets heel stoms, maar... Maar was er niet een klein beetje glitched? Ik heb het opslaan. Spel opslaan. Oké. Ik zei niet dat je mocht afsluiten. Oké, goed zo. Even pauze. Vuurwerkshow. Mixmaster show. Lasers. Oh, kan dit? Even deze hier echt wel hebben. Zo'n manier. Wil ik hier dus een... Die wil ik even anders doen. Zo doen. Ja. Gaan we eens hier op zetten. Het gaat echt gewoon bij het hele park door. Kijk, prachtig. Oké, waterstralen. Nou, gaan we beginnen met vuurwerk. Even kijken. Ja, laten we die ook eens even doen. Die zijn die gaan hangen. Deze hier ook even aan hebben. Dat is zo'n potje. En boom. Boom. En dan wil ik hier de grond hebben. Ook uit die pot. Oh, niet zo. Ik kan dan hier nog een paar van die pijlen naar de zijkant toeschieten. Gelijk gaan met die. Zo goed als gelijk. Nog die kant op. Hier nog eentje. Dit vind ik echt gewoon saai om te doen. Dit vond ik vroeger gewoon echt geweldig. Om er precies een achtbaan erop af te stemmen. En een achtbaan op één reed, dan ben ik weer vuurwerk weer gaan spelen. Vroeger gewoon echt geweldig. Tegenwoordig niet meer. Oké, laten we gewoon eens testen. Gaan we eens kijken. Ja, dit is duur zat. Want dit muziekje erbij. Oké, augustus. Het is gewoon een eenmalig actie dit, jongens. Oh, stop. Jongens, er gaat van alles mis.
Ja, oké. Okay. Ik wil die show meteen zo snel mogelijk laten beginnen. Die dus eigenlijk langs loopt. Meteen hier komt. Iets later. Oké, als hij in de buurt is, start ik hem nog een keer. En dan gaat het feestje beginnen. Oké, kan hij nog laten? Nee, uiteraard niet. Helemaal weer terug. Zucht. Nog wel echt twee VIP's in mijn park. Vroeger wist ik nooit hoe ik denk hoe ik die VIP's moest krijgen. Maar dat het gewoon een story dingetje was. Dat ik vroeger ook gewoon die sandbox mode kon krijgen. Maar helaas, dat gaat niet. Ik ga toch heel langzaam dit. Ik heb de hik volgens mij. Again. Het is ook altijd hetzelfde. Altijd die verdomde hik. Ja, oké. Dan zal hij misschien net op tijd gaan starten. Ik weet niet wat hij nou precies is. Ja, kijk eens aan. Oké, die heeft hij dus gezien. Prachtig. Meer monteurs. Waar is Miel, als je hem nodig hebt? Oké, dat is een hele slechte grap. Jullie snappen waar de grap vandaan komt. Ik wil graag even een schommelschipje hier neer gaan donderen ergens. Zo ongeveer hier, ja. Dat heb je heel goed gezien. Hoppa. En die komt dus hier ergens tussen. Hier dus. Iets meer dan 1 euro. 2 euro duur zat. En hij is open. Oeh. Zitten hier nog überhaupt wel mensen in? Eigenlijk. Ene kant vindt het echt gewoon te vet gaaf. En de andere vindt maar niks. Oké dan. Dat is ook best wel. Wait, wat? Ook gewoon iets minder hard. Nee, dat kan dus niet. Wat is die. Wat zijn die monteurs aan het doen dan? Oké. Waar is die ene VIP? Nu dus. Waar? Wacht, ik zag hem lopen. Oh. Ja, die hoef je niet eens te doen. Dat is toch hopeloos, die attractie. Wat vind ik van mijn park? Hij is heel erg tevreden. Oké, dat is sowieso hartstikke mooi. Daar is deze VIP. Iets rustiger. Die is ook heel erg tevreden. Kijk. Waar krijg ik steeds minder geld? Ik krijg zo'n grote gat in mijn handen. Toch maak ik winst. Ah nee, die Mixed Master Show. Die mag op zich best wel even uit. Zonder van die 15 euro elke keer. Uit, 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 uit. Die nooit meer gegeven wordt. Nieuwe attractie. Ik zoek wat Wild West attracties. Oké, die gaat van ook naar huis. Volgens mij, zo'n idee heb ik in ieder geval. Dus even kijken naar de volgende challenges, wat daar precies de bedoeling van is. Wil gebied met thema bezoeken avontuurlijk.
Oké, dat kan. Wild West, dat is meer zo avontuurlijk. Maar safari ook. Dus dan moet een heel themagebied gaan aansleutelen. Zin in. Hashtag not. Ik niet die dingetjes weer. Weg, boompies. Mijnbouwingang. Is er ook nog wel. Mooie lassowerpertje komen te staan. Robot-indiaan. Hier komt te staan. Kijk, wat vinden mensen van dit gebied? Nu dus. Geweldig weer voor de eenden. Mooie uitdrukking, ik had dat nog nooit gehoord. Mooi weer voor de eenden. Hamburgers. Mag ook open. Een waterkraampje. Een beetje water. Nu weer water, jongen. Water is even duur op het hele park, jongen. Oké, dat is even duur. Nog een beetje de grond besprayen met. Zand. Hey, een van de VIP's heeft het park verlaten. Dit is vaak niet zo heel erg leuk. Dat gaat gebeuren. Een ander thema is science fiction. Oh, ik heb het thema gebied een beetje omgedraaid. Well. Nice. Ach ja, hout, achtbaan kan ook dat zijn. Voor de prehistorische mensen. Dus ja, waarom ook niet? Mensen de prehistorie ook leuk vonden. Waarom nu dan niet? En mijn t-shirtkraam. Dit heb ik toch zelf niet gebouwd? Of ligt het nou aan mij? Oké, een van de vier pieces tevreden. Welke eigenlijk? Wat was hij niet tevreden? Is hij nog steeds in het park? Oh, hij is nog steeds in het park. Wat? De eerste VIP die er gewoon niet mag. Zo, het is gewoon een kubus eigenlijk. Ik toch wel kunnen maken in 3D. Zoiets heb je hier plaatsen nog. Volcanos. Destapifatros. Oh, gaat weer geld kosten. Bezoekers hebben het trek. En iemand om me weer te bellen. Gaat goed zo. Met bellen.
Stop it. Ik krijg een opleiding van mij. Ben je dan blij? En een tientje extra. Alsjeblieft. En hier nog een paar voetpadenlampjes neerzetten. Deze dingetjes. We hebben een paar westernlampen. Voor hier. We hebben een ballonnenkraam. Ben ik nou echt zo flabbergasted van dat we eigenlijk alles al hebben? Omdat ik het eigenlijk zelfs weet. Ziet wel dat dit gebied echt veel meer mensen in trekt. De mensen is echt maar niks of zo. Is hier te duur? Ik kan niet zo meteen zo'n pad langs trekken. Ik heb een paar mensen hier langs gaan willen lopen. In de hoop dat. Of komt dat hier misschien eten is? Dan misschien daarop kunnen komen. Of wat weet ik het als gehaald heb? De uitdaging. Dus laat ik de tijd even sneller zetten. Heb jij Monica? Maak plaats! Go away! Kijk, hier gaan de mensen wel in. Kijk, nu komen heel erg wat mensen deze kant op. Schoonmaken 1 is lui. Oké, krijg je een opleiding van mij. Yay! En weer eentje gehaald. We zijn niet tycoon level. Nou, even vergeet het niet te liken, niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg!